Anno Kruithof. Ik ben kunstenaar en woon in New York. En ik ben Paulien Oldheten en ik ben beeldend kunstenaar. Mijn naam is Wim van Sinderen. Ik ben conservator fotografie van het Gemeentemuseum Den Haag en curator fotografie van het Fotomuseum in Den Haag. Beide musea zijn één. Ik ben Margriet Lotman en ik ben fotograaf. Dit is gewoon een kleine spiegelreflex, een Pentax toevallig, maar het kan ook een Olympus zijn of een Minolta. Het ligt er een beetje aan, maar ik heb er drie. Ik kan een iPhone 5 een foto maken of met een 5D of analoog, Mamiya, Hasselblad. Maar ik kies het soms ook bij het project. Er zit een standaard lens op, want dat is de enige lens die ik gebruik. Dus dat, ik vind dat heel fijn, want die laat zien wat ik zie. Dus als ik je dichterbij wil hebben, moet ik gewoon wat naar je toe komen. En als ik je verder weg in het beeld wil hebben, moet ik wat naar achter. En dat vind ik een fijner principe dan te gaan zoomen of telelensen. Dat is heel natuurlijk. 50 mm lens is gewoon komt een beetje overeen met hoe je kijkt. Ik heb ook geen zoomlens. En dat betekent dat als ik wil inzoomen op een detail, dan moet ik echt gewoon letterlijk heel dichtbij iemand komen. Ik ben ook heel aanwezig als ik foto's maak. Ik heb geen flits. Dat heb ik ook nooit gehad. Dat vind ik gewoon lelijk. Lelijk licht, zeg maar. Maar ik wil vooral eigenlijk dat het gewoon een goede foto is. Dat die mooi is. Dat die, hij mag heel snel gemaakt zijn. Hij mag in een snapshot-achtige manier tot stand gekomen zijn. Of er mag 3 uur op gestudeerd zijn. Dat maakt me natuurlijk verder niks uit. Oh, dan gingen je ogen dicht. We zijn hier dus in het depot met werken op papier. Daar behoren foto's ook toe. Als ze tenminste niet ingelijst zijn. En niet ingelijste foto's, die zitten in dozen. Zoals de foto's van Margriet Botman, die in deze doos zitten. Ja, kijk. Het zijn vrij grote formaat barietafdrukken, analoog. Een gelatine zilverdrukker, door hem zelf gedrukt. Barietpapier is een fotografisch papier. Er zit een emulsie op die reageert op de chemicaliën en het negatief wat je daarop projecteert. En ik vind het heel fijn om barietdrukken te verzamelen voor de collectie van het gemeentemuseum. Omdat ook wel bewezen is dat het heel houdbaar is. En waarom zijn dat dan iconische beelden? Ja, vanwege hun schoonheid en mysterie in dit geval. En daar hebben we ons eigenlijk door laten leiden. Door wat representatief is voor dat oeuvre van Magiel. Wat inmiddels natuurlijk bijna 30 jaar oud is. Het zijn heel vaak gewoon mislukte foto's. Maar dat is juist zo mooi. En soms per ongeluk mislukt, maar vaak ook met opzet mislukt. Wat gebeurt er eigenlijk als een foto niet scherp is? De wereld zegt dat het niet mag. Het gaat ervan uit dat wij scherp zijn. Ik vind dat de wereld zo vaag is als maar kan. En dat vaak een foto die juist niet scherp is, of een beweging in zich heeft, of je hebt gewoon niet goed scherp gesteld of wat dan ook, dat die eigenlijk veel essentiëler is. Ik zie in het werk van Margriet Botman aanknopingspunten met andere fotografen, kunstenaars die wij in de collectie hebben. Bijvoorbeeld Helena van der Kraan. Het zijn ook beide fotografen die op een traditionele manier werken, nog in de donkere kamer, met film en het afdrukken van foto's op barietpapier. Een manier van werken die steeds meer gaat behoren tot de oude ambachten. Er zit iets heel mysterieus rond het medium fotografie. Dat is een natuurverschijnsel gecombineerd met een chemisch proces, dus een soort alchemie. Het zit gewoon op een stukje plastic. Dat moet nog helemaal tot leven komen. Ik vul dus nu het tankje waar het filmpje in zit met die ontwikkelaar. Maar het belangrijkste is om die klok te starten. En de tijd wordt bepaald door de film die erin zit. Deze film is Kodak T-Max, die gaat 6 minuten. En daarna ga je hem in de fixeer doen en in de fixeer moet hij 10 minuten zitten. Stel je voor, nou, dit hele circus.
toch maar digitaal. Hier heb je dan je negatief. Wit is zwart en zwart is wit. Dat moeten we dus even drogen. Zo. Nou, dit is dan dat negatief. En ik ga hem straks projecteren in het donker op dit bord. Daar ligt mijn fotopapier. En ik belicht dat een aantal seconden. En vanaf daar gaat het de papierontwikkelaar et cetera in. Hier ben ik nu tekening verloren. Dat is hier beter. En in het haar ben ik ook wat kwijt. Maar dat kan je oplossen door dus zachter te gaan drukken. Maar ik vind juist het contrast heel mooi nu. Ja, wordt wel goed. Ik vind de ogen nu perfect. Maar de rest mag iets donkerder. Dan ga ik dat plaatselijk doen. En nu houd ik dus de ogen en het voorhoofd en het haar een beetje tegen. Toeval is sowieso ook bij het maken van de foto en bij het afdrukken zijn dat wel belangrijke elementen in het werk van Machiel. De grote revolutie is natuurlijk de uitvinding van de fotografie in 1839. En de volgende grote revolutie in de fotografie is de uitvinding van de digitale fotografie. Ik heb heel lang analoog gefotografeerd, dus eigenlijk deze installatie is bijna allemaal analoog. Ja, dat analoog is gewoon ook een heel mooi proces. Maar ik vind toch digitale fotografie heel veel vrijheid geven. Als ik digitaal fotografeer, dan kun je de foto direct zien en dan kun je er ook direct op handelen. En dan denk je, oh, het is niet goed. Zo'n proces is dynamischer geworden, vind ik, door het digitale. Waar je eerst inderdaad moet stoppen, wachten. En het had ook wel wat, maar ik vind een soort flow heel mooi. Fotografie, dat is voor mij een soort medium wat gewoon oneindige mogelijkheden heeft. Een ruimtelijk werk, dat ontstaat alleen maar als je eromheen loopt. Want dan veranderen er kleuren, omdat ik foto's op plexiglasplaat heb afgedrukt. Nou, de kwaliteit is in de eerste plaats dat het een enorme range heeft. Je hebt veel meer nuances grijs dan bij een afdruk op een polyethyleenpapier bijvoorbeeld, een soort plastic papier. Het is heel zacht en mat en het heeft een hele rijke uitstraling. Dit is ook een reden. Het geluid, het is echt iets. En ik vind het een veel mooier object dan de digitale druk. Vroeger was ik daarin wel strikt, dat ik gewoon heel erg hield van een fotografische kwaliteit, analoog van een Hasselblad of een groot formaat, zeg maar. Ik werk gewoon conceptueler, denk ik nu. Daardoor vind ik het minder belangrijk, volgens mij, die soort waarde van de print. Machiel is als visueel poëet, fotopoëet, is hij een van de weinigen. Zeker ook in Nederland. Maar waar Machiel wel een voorloper in is geweest, en dat valt nu helemaal op zijn plek. En daarom is het misschien ook wel dat we nu deze tentoonstelling maken, dat hij die boeken maakt. En fotoboeken zijn sinds een jaar of 10 waanzinnig populair. Dit zijn de boeken die ik zelf echt de belangrijkste vind. En dat zijn een soort familiealbums. Alleen niet natuurlijk in die stereotype zin. Ik ben dus begonnen met dat Heartbeat. Daar maak ik vervolgens dummies voor. Ik vind het nu geweldig om dat te zien, want ze zijn dus echt zo hulpeloos als het maar kan. Hier zal wel een titelpagina bedacht zijn. En hier begint dan het boek. Soms zie ik dingen waarvan ik denk, ah, had ik dat maar vastgehouden. Waarom heb ik dat veranderd toen? Een vrij scheppende kunstenaar heeft dat natuurlijk nodig, die ruimte. Voor dat toeval, waardoor associaties ontstaan en waardoor eigenlijk een soort visuele poëzie ontstaat. Daarom is Machiel ook zo lang bezig met de dummies van zijn boeken, omdat er steeds weer een herschikken is en een ordenen van de regels, in dit geval de foto's. Omdat je uiteindelijk naar die boeken brengt, laat je maar zo weinig zien. En in die dummies staat een heleboel en staat eigenlijk ook alle dingen die misschien niet zo goed waren. Ja, dat heeft een soort kwetsbaarheid.
Daar ben ik me heel bewust van, omdat ik de dummies ook in de tentoonstellingen laat zien. Dat scheppende proces is net zo belangrijk als het eindproduct. Ik zie de tentoonstelling dan ook echt als een werk van hem. Dus niet een chronologisch overzicht van wat hij tot nu toe heeft gemaakt, maar een installatie, een environment, wat speciaal voor deze keer is samengesteld. De tentoonstellingen zijn door de curator samen geplaatst, maar inderdaad twee individuele tentoonstellingen met bepaalde overlappingen in ons werk. We zijn allebei bezig met het onderzoeken, bevragen van het medium, de grenzen. Maar Paulien wil bijna de ruimte uitwissen of dat de ruimte er niet is. Weet je, mijn werk gaat heel erg over ook menselijk gedrag. En ik vind de ruimte juist interessant om over na te denken en betrek dat bij mijn fotografische praktijk. Ik werk eigenlijk conceptueel, ik heb vaak een idee. En zo heeft het eigenlijk meerdere stappen. Maar een idee, een interventie, dan heb je de foto's en wat doe je er daarna mee? En in welke context plaats je het of welk platform? Het kan een kunstenaarsboek zijn, maar een installatie. Het kan uiteindelijk ook een projectie zijn. Dus je gaat altijd nadenken inhoudelijk over het werk, project en daarna de vorm kiezen. En al die stappen samen is mijn werkproces. Een tentoonstelling heet Within Interpretations of a Wall. En het zijn fotosculpturen, projecties, foto-installaties. En samen hebben die eigenlijk een overkoepelend thema. En dat is de betekenis van een muur. Ja, het zijn twee werken die zijn aangekocht in de loop der jaren door het Stedelijk Museum. Ze hebben in 2010 een foto-installatie aangekocht. Daarvan heet de titel Drawing Lines of Thought. En dat is gebaseerd op foto's die ik gemaakt heb in Japan. En daar reageer ik op met eerder gemaakt werk. Nieuw werk heb ik gemaakt in New York. En daar heb ik een video gemaakt van een man die heel langzaam loopt op een bepaalde plek in Financial District. En er horen ook twee brieven bij en een paar foto's. Ik gebruik fotografie gewoon als medium. En ik omarm het, maar ik voel niet dat ik een fotograaf ben. Nee. Voilà. Ja, goed. Mooie blik. Ja, ingetogen. En zij is nieuwsgierig eigenlijk ook. Prachtig.